We hebben geprobeerd om een prachtig programma samen te stellen. Nou, het is naar mijn mening redelijk gelukt. Want toen ik zo'n feest niet alleen organiseren. Dus we hebben een beroep gedaan op tientallen vrijwilligers. Dus bij deze alvast bedanken voor jullie inzet deze week. Beste mensen, voor de 29e keer wordt al dit jaar de Mullen Week georganiseerd. De feestweek van Alveen. Een hele generatie is er inmiddels mee opgegroeid. Zoveel mensen hier zijn voor de handelsscheuring en ook de andere festiviteiten die er deze week zijn. Wij er ook zijn geweest in de afgelopen dagen. Vrijdag het sloot te springen. Zaterdag in het Dorpspark een optreden van Prinses Margriet en SV Alveen. Bedankt aan onze wethouder en daarmee, dames en heren, is het allemaal officieel geopend en is het exact 6:30, of een paar seconden na, ietsjes over 6:30, dat we gaan beginnen met de 22e editie. En wat die worden zijn de juryleden ook opletten. En het mooiste getalenteerde paard wordt eveneens beloond. Applausje voor de nummer 1, Lasse Bloem zou ik zeggen. Zie ik weer de kaphengst van Marco van der Bleuten, Bernie. De handelskeuring gaan ze vanavond hier de kapwiel prezen. En kan winnen van de daarvoor aan in november op een land. Dat is een ongeluk gebeurd, helaas. We zijn wel blij dat de dochter van Cardento. En die van zilver van Europese kampioenschappen wereldraak verschenen en nodig. Dat komt helemaal goed. Eens kijken wat we nu in de baan krijgen. Het loopt mooi op volgorde. Binnenkomt nummer 4. We hebben weer een bruine ruimte en al bruine paarden tot nu toe vanavond. Legend Day. Zo zeggen, een applausje voor Legend Day, de nummer 4 op de handelskeuring 2009. Appel van Kommer in Zonne en Rijkshalen. Daarachter zit de Halslanger Cassidy en daarachter Casanova. De muziek van die Ponder en Staphorst. Laat eens. Jongen. In deze eerste rubriek hebben we nog 3 paarden te beoordelen. Die bekend staat met een geweldige manier van bewegen. En de vakman of KWPN-inspecteur met de tuigpaarden. Die vierkaarten. Wens ik zelfs een applausje voor deze mooie vos. Daar hebben ze geen andere kleuren gedaan. Daar alle op de handelskeuring. Robin, we zijn weer de 22. En Bianca is een dochter van Globalex Colombo. Bianca van Harley Delia. En de nummer 8 komt binnen. We zien ruim het eind van de avond. Komt hij op kop te staan of komt hij helemaal achteraan te staan? We zullen het zien. Hier erachter van de firma Koppanser, een die al sinds jaren en dag te gebruiken. Dit thuis. Sommige paarden nog net even. Op de tribune konden wij zo zeggen. En nummer 8 mag 2 plaatsen op voor 7. Dus nummer 8, 2 plaatsen op. Dan kan Peter even iets aansluiten. En dan kan nog wat veranderen. En als er niet zo is, is te maken. Toulon van Dubai, dan zien we de nummer 1, Laszlo Bloem, gevolgd door de nummer 3, Larissa.
Bubber Steen zal de eerste drie paarden kort toelichten. Al een grote dank voor uw aanwezigheid en interesse in deze groep paarden. Ik denk dat we hier een groep moderne driejarige paarden hebben staan. Uiteraard was het altijd moeilijk om voor de plek te zetten. Je bent toch altijd bezig met afwegingen te maken. We hebben gekozen voor de eerste drie, nummers 4, 1 en 3. Om te beginnen bij de kamers nummer 4, de Etalon Auto. Buitengewoon goed gemodelleerd paard, royaal ontwikkeld. De fractie correcter nog kunnen zijn in de voorstand. Een paard wat zich ook in beweging extra weet te presenteren. En om die reden ook op deze plaats terechtgekomen. Proficiat. Dankjewel Wim Versteeg. Mensen, de linten worden aangehangen, de presentjes uitgereikt. We gaan de eerronde lopen. Nummer 4, die komt terug in de kampioenskeuring aan het eind van de avond, Legend Day. Muziek erbij en natuurlijk als ze voorbij komen, een applaus. De allerbeste in de eerste rubriek, nummer 4. Nou, Rovin, we doen het. Prachtige winnaar, Legend Day van Etalon Dubai. Mooie merrie van Hermantico. Daar zien we de nummer 5 op een vierde plaats. Lenita Holland. Lisette van de familie Hanke. Dan zien we nummer 8. Ook hier, dames en heren, mensen met kennis van zaken. Ziet ze van de meer. Wie kent hem?